soms de een, hoe noem je dat? De een Jan noemen en de andere Jans of zo. Zoiets. En Tulapantaka en Mahapantaka, dat waren twee broers. En die waren geboren uit de relatie van een rijke, hoe noem je dat? Een rijke koopmansdochter, die er vandoor ging met een slaaf. Dus het was een beetje een verboden huwelijk, een verboden relatie. En omdat ze toch uiteindelijk elkaar vonden en zij was gevlucht om met hem samen te gaan wonen elders. Toen was natuurlijk op een gegeven moment het probleem dat hij had geen zin om haar ouders weer op te zoeken. En op een gegeven moment was zij zwanger en het is een gebruik dat al in India dat als de moeder zwanger is, dat ze dan de ouders gaan opzoeken om daar te bevallen. Maar hij wilde niet, dus hij stelde het telkens uit. En zo gaat het verhaal dat op een zeker moment ze dus bijna was aan het bevallen. Ze was hoogzwanger. En toen reisde ze toch nog hals over kop naar hun ouders toe. En natuurlijk, je kunt het misschien al raden, wat niet de bedoeling was, gebeurde toch. Ze beviel onderweg. En dus werd Mahapantaka geboren. En Mahapantaka betekent de man van de weg. De man van de weg. En er waren er twee. Uiteindelijk werd er nog één geboren. Dat was de Maha, dat betekent de oudere. En Jula betekent de jongere. Of de kleine, om precies te zijn. Dus als je hoort van de Maharaja, dan weet je nu dat Maha betekent groot. En ja, Herbert, zeg het maar. Herbert, die heeft zand opgestoken. Misschien was dat niet de bedoeling. Even kijken of ik hier iets zie in de chat. Als je iets wil vragen, dan moet je het even tikken in de chat, Herbert. En dan kunnen we je horen. Kan nu je geluid niet horen. Dus op een gegeven moment groeiden deze twee jongens op. En de moeder, de rijke luisdochter, zoals jullie die misschien nog kunnen herinneren, die bracht deze twee zonen naar haar ouders toe. En die voedde de kinderen op. En deze twee jongens die groeiden met hun grootouders op. En zoals wel vaker voorkomt in gezinnen waar de grootouders helpen met de kinderen opvoeden, hadden de kinderen op een gegeven moment een hele diepe spirituele interesse. En ze wilden allebei monnik worden. En dus, zo gezegd, zo gedaan, toen ze wat ouder waren, toen werden ze monnik. En Mahapantaka, die was dus Mahapantaka, die was dus in ieder geval het eerste monnik geworden. Die was natuurlijk wat ouder. Je moet voor een monnik te zijn, moet je een bepaalde leeftijd hebben. En op een gegeven moment werd hij dus monnik. En hij was een hele goede monnik. En hij werd al snel verlicht onder de Boeddha's begeleiding. En toen was er Tulapantaka, de jonge man, de wat jongere man. En Tulapantaka die werd ook monnik, maar hij had een probleem. Hij kon namelijk nooit iets onthouden. Hij kon wel onthouden waar de sleutel lag of zo, maar hij kon nooit een tekst onthouden. Dus als je hem de mantra had verteld, Samarahang, dan kon hij die niet onthouden. Dan zei hij Samma en dan was hij al vergeten wat daarna kwam. En hij kon nooit iets onthouden. En dat was best wel een probleem. Want hij had dus wel, het was een tijd dat er nog niets werd geschreven, in ieder geval niet veel. En hij had natuurlijk wel moeite om alle teksten te onthouden. Dus als er werd gezongen voor dit of gezongen voor dat, zoals de monniken wel doen, dan kon hij telkens niet meezingen. En dat was wel een probleem. Dus uiteindelijk begonnen steeds meer monniken een beetje belachelijk te maken als de Tulapantaka, die wat dommere monnik die nooit iets weet.
die nooit iets kan zingen, die nooit iets kan onthouden. En toen was het zelfs zo dat zijn niemand anders dan zijn oudere broer, Mahapataka, zei tegen hem, misschien kun je beter gewoon uittreden, want je kunt toch geen woord onthouden. En dat was natuurlijk wel heel hard van hem. En toen was hij daar heel verdrietig over. En nu kan het zijn, want ik zei net dat de oudere broer verlicht was, maar het is niet helemaal duidelijk wanneer hij verlicht was. Misschien dat hij nog niet helemaal verlicht was op het moment dat hij zei dat zijn jonge broer moest uittreden. Hoe het ook zij, hij had niet dezelfde wijsheid en hetzelfde geduld als de Boeddha. En de Boeddha die wist dat Tulapantaka best wel in staat was om te leren over boeddhisme. Hij was misschien niet heel goed in het leren van, uit het hoofd leren van teksten, maar hij was wel een goede meditatiebeoefenaar, als hij maar de juiste aansporing kreeg. Dus zei de Boeddha, die wist dat als hij een mantra aan Tulapantaka zou gaan onderwijzen, dat hij die nooit zou kunnen onthouden. Dan zou je, als je zou tegen hem zeggen, Samma Arahang, dan zou hij bij Samma, al, zoals ik al zei, zou hij al de Arahang zijn vergeten. Dus toen zei de Boeddha tegen hem, pak een stuk stof. En hij pakte een stuk stof en veeg daarmee je zweet af. En dat deed hij elke dag. En dan kijk je naar die viezigheid en dan zeg je, viezigheid, viezigheid. Heel simpel. Heel erg down to earth. Zo down to earth dat het dus zelfs vies is. En zo deed hij dat elke dag. En het was een oefening. Hoe was het een oefening? Nou, normaal gesproken, dan kijken we wel eens naar onszelf als heel knap of heel mooi. Hechten we ons wel eens aan ons lichaam. Daarom blijven we soms met ons bewustzijn, met onze aandacht hangen in de oppervlakkigheden om ons heen. We denken wel eens dat iemand heel mooi is of heel knap. Maar eigenlijk is wat iemand mooi is of knap, of wat je zelf mooi bent of knap, is alleen maar een kwestie van heel oppervlakkig. Zoals ze in het Engels zeggen, beauty is only skin deep. Want als je echt van iemand houdt of echt iemand heel mooi vindt, zou je misschien wel zeggen tegen die persoon, wat heb je toch mooie ogen? Of wat heb je toch knappe ogen, maar je zal niet zo snel zeggen, wat heb je toch fijne nieren? Of wat heb je toch een mooie dame? Dat is allemaal vreemd als je dat zegt. Met andere woorden, beauty, zoals de Engelsen zeggen, is only skin deep. Dus om werkelijk te begrijpen hoe diep deze rare opvattingen van onszelf, over onszelf en anderen zijn geworteld, gebruikte de Boeddha dus de metafoor van het stuk stof. Als je elke dag zo iets afveegt, dan merk je dus eigenlijk dat er heel veel zweet en heel veel viezigheid uit ons lichaam komt. En dus werd hij zich bewust van deze feiten van het leven. En dat we allemaal in een lichaam wonen dat wel eens vies is, dat wel eens smerig is en dat een heleboel verschillende kanten heeft aan zich. En dus wist Tulapantaka op die manier inzicht in zichzelf en de aard van de werkelijkheid te krijgen. Want uiteindelijk, het zweet dat van ons afkomt, is ook een vorm van vergankelijkheid. We zijn allemaal onderhevig aan vergankelijkheid. We worden allemaal elke dag ouder. Het zweet dat we van ons afvegen is niet anders dan een reactie van de cellen en een teken dat het lichaam van ons voortdurend aan het vergaan is. Met andere woorden, Tulapantaka begreep de werkelijkheid zoals ze was en werd verlicht. En nu gaat het verhaal dat wijze mensen van vroeger, als ze verlicht waren, dan hadden ze vaak ook speciale krachten of speciale inzichten en speciale bijzondere krachten die daaruit voortvloeiden. Nu laten we niet vergeten dat ondanks dat hij verlicht was, dat verlichting niet zo als een soort van lampje om je heen schijnt, en dat het niet altijd zichtbaar is voor het gewone menselijke oog of voor het ongeoefende oog. En dus hadden veel mensen nog altijd een hele slechte indruk van hem als de domme monnik.
En toen op een dag, kort daarna, werden alle monniken van het klooster uitgenodigd om op de maaltijd te komen, samen met de Boeddha natuurlijk, bij het huis van een belangrijke supporter van de Boeddha, wiens naam Chivaka was. En Chivaka, dat was een dokter en dat was een notabele, dat was een belangrijk figuur. En die had alle monniken uitgenodigd en hij had gewoon tegen de monniken gezegd, kom maar allemaal naar mijn retraitecentrum toe. Maar uiteindelijk bleek dus dat de monniken dat nieuwtje aan iedereen hadden doorgegeven, behalve Chulapantaka. Omdat ze dachten, nou wat kunnen we nou met die Chulapantaka? Want als we een zegening geven aan onze Chivaka, als we hem mooie woorden van dank uitspreken voor hem, dan kan hij toch geen woord onthouden, die Chulapantaka. Dan kan hij toch niet de juiste woorden zeggen. Dus wat hebben we aan hem? We laten hem gewoon in het klooster in zijn eentje. Nou, dat was ook wel een mooie boel, of niet? Toen dacht, maar de Boeddha die was heel slim. Was heel wijs en die wist precies wat er gebeurde. En toen zei hij dus tegen de monniken, volgens mij is er nog iemand niet gearriveerd van het klooster. En dus maande de Boeddha dat een bediende van Chivaka, dat hij eventjes terugging naar het klooster om de laatste monnik te vinden, namelijk Chulapantaka. Nu, dat verbaasde iedereen wel, want Chulapantaka was natuurlijk werd een beetje op neergekeken. En toen ging de bediende naar het klooster terug. Toen kwam hij in het klooster en zag hij 100 Chulapantaka's lopen. Niet één, maar honderden. Misschien wel 100 of honderden. Die liepen allemaal in het klooster en zagen allemaal precies hetzelfde uit. Dit was wel heel erg verontrustend. Heel erg eng en heel griezelig. Dus meteen holde de bediende weer terug. En hij vertelde de Boeddha wat er was gebeurd. En de Boeddha die glimlachte. De Boeddha die zei, ga maar weer terug. En zeg, Chulapantaka, de eerwaarde Chulapantaka, komt u mee. En dan de eerste die reageert, die pak je bij de hand, pak je bij de arm. En dan komt het vanzelf goed. En zo gezegd, zo gedaan. Hij pakte de monnik bij de arm, of hij pakte hem bij de hand, En op een vriendelijke manier natuurlijk. En toen verdwenen alle andere Chulapantaka's ineens. Wat was er nu gebeurd? Chulapantaka was door zijn meditatie was hij in staat om als het ware nieuwe verschijningen te laten verschijnen van zichzelf. Met andere woorden, hij was in staat om dingen anders te laten uitzien dan ze werkelijk zijn. En of je dit nu gelooft of niet, in de boeddhistische teksten wordt dit normaal gesproken al genoemd als een kwaliteit die mensen door meditatie kunnen verwerven. Alhoewel de Boeddha wel altijd heeft gezegd dat alle mensen die door meditatie speciale krachten verworven, dat ze die beter niet kunnen gebruiken, want het wordt toch met magie verward. Of met andere praktijken die wat minder edel zijn of die wat minder te maken hebben met de oefening van ons karakter en de geest. Maar ja, hoe het ook zij, voor de meeste moderne mensen tegenwoordig, die kunnen het toch moeilijk geloven dat zoiets werkelijk kan. Maar we kunnen wel even een aantal gevallen noemen van mensen die hele rare dingen hebben gedaan met meditatie. Maar daar is misschien meer tijd voor in een andere aflevering of uitzending. Hoe het ook zij, dit verhaal toont dat niet altijd de slimste de snelste zijn. Dat niet altijd de slimste het bij het laatste eindje hebben. En uiteindelijk wist Chulapantaka een geweldige lezing te geven na de maaltijd. Nadat hij zijn broeders was gevolgd in het retraitecentrum van Chivaka. En dus wist iedereen ineens dat Chulapantaka verlicht was. En dat iemand niet zo slim is, niet zo snel van begrip, nog niet wil betekenen dat hij niet wijs is. Wijsheid en slim zijn is tenslotte niet hetzelfde. Want eigenlijk is wijsheid een heel precieze vorm van slim zijn, die anders is als andere vormen van slim zijn. Namelijk slim zijn over hoe je een goed mens bent. Een helder mens, een wijs mens, of met andere woorden, een waar mens.
Dus Tulapantaka die had de belangrijkste vorm van slimheid ontdekt zonder dat hij er ooit een tekst voor uit zijn hoofd hoefde te leren. Want de werkelijkste, meest belangrijke vorm van slimheid waarmee we in deze wereld het beste kunnen overleven, is die van goed karakter, een goede glimlach en een mooie inborst. Dus dit is het verhaal van Tulapantaka. En dit toont... Er zijn sommige varianten van dit verhaal waarin men zelfs zegt dat Chivaka nog steeds niet geloofde dat Tulapantaka werkelijk verlicht was en dat Tulapantaka vervolgens zijn hand uitstak voor 3 meter lang en daarmee zijn aalmoezenschaal pakte. Maar goed, er zijn verschillende varianten. Het is soms moeilijk te bepalen wat er nu werkelijk is gebeurd. Maar hoe het ook zij, dit verhaal toont wel heel erg aan hoe belangrijk het is in de boeddhistische filosofie. Dat we altijd wijsheid als de hoogste kwaliteit blijven beschouwen. En dat we ons niet te veel van oppervlakkige dingen, minder belangrijke, niet oppervlakkig, maar wel minder belangrijke kwaliteiten zoals intelligentie, dat we daar wat minder waarde aan moeten hechten. Want wijsheid is het hoogste goed. Dus dit is het einde van dit verhaal voor vandaag. Hebben jullie daar misschien reacties op? Of heb je daar misschien vragen over?